What's going on? Minecraft Adventure met Nienke en Martijs. Yo mensen van Minecraft. Oh. Yo, Nienke. Volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan. Yo mensen, wat hebben we van gehoord? Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Adventure hier in Starbucks. Je moet mij niet... Knopjes moet je mij niet laten drukken. Nee, welkom naar Minecraft Starbucks. Oh. Wat staat er? Progress 17 at computer hack explosion 1 minute. Word for life, Martijs. Oh god. Over 1 minuut ontploft dit alles. Dus als ik jou was, zou ik zo meteen gaan. Kom, jij zit helemaal. Je zit helemaal onder de pijnen. Hoe kom je hier weg, Nika? Oh, ik ga dood. Ik heb nog maar 1 hartje. Nou, dan ga ik ze maar vermoorden. Yep, dacht ik al. Oké, hoe moet ik hier weg dan? Doodgaan. Heb je al je spullen nog of niet? Ja. Ik ren gewoon weg uit het hele skeleton, uit het gebeuren hier. Nou, ik begin wel goed, joh. Nou mensen, je wilt nooit bij mij samen spelen, want ik ga op knopjes drukken. Ja, inderdaad, nu. Echt, serieus, je gaat op knopjes drukken voordat... Oh, ik heb een boog getropt, maar ik ben wel buiten. Ik ook. Wow! Wow, opeens superveel lag. Ik ben buiten, is dat ding ontploft of niet? I don't know. Volgens mij, hij heeft echt niks van plof, Dienke. Wat? Er stond... Explosion in 1 minute. Get out of the ad. Wat is de ad? I don't know. Ik zie geen explosie. Wow, er liggen wel allemaal spullen beneden. Oh god, er is wel wat ontploft. Er liggen allemaal blokjes beneden. Wow. Ja, het hele lichaam in het midden is volgens mij ontploft. Yep. Jezus. Ligt hier wel allemaal redstone weer? Ze moeten daar wat aan doen. Nou, ik pak altijd redstone op, want voor hetzelfde geld kan je nog redstone blok maken met 9 van die dingen. Dat is waar. Dus, oké, wat moeten we nu doen? Waar ben je? Hier, achter je. Yay! Wow, je zit echt helemaal onder de pijlen. Skeletons mogen mij gewoon. Ja, heel erg. Ik zit erachter nog een gebouwtje. Ik ga daarin, naar de beest. Het is wel heel cool gemaakt, ik geef toe. Ja, inderdaad, dat vind ik ook. Dit is, wat is dit dan? Ook een beest. OMG. Nog zo één. Hoe komen we hier nou weer in? Ik zit ergens in en ik weet niet, je kan er niks volgens mij bewaren. Oh, hier is in de crafting table en een kist. Oh joh. Waar? Wat zit hier in de kist? Ja, ik moet er nog heen, hè, Nienke. Ik zit achter glas, dus ik moet even kapot maken. Oké. Oh, volgens mij ben ik in een trap. Oh, nee. Anders heb je te kloppen. Ik moet hier doorheen. Zo. We moeten met die gozer ruilen. Oh god, Nienke, terug. Wat? We moeten helemaal terug. Want ik zag er iemand en die wilde een kapotte CD-disc en een boog voor een enchantment boog. Ja? Dus we moeten terug. Heb je kapotte CD-disc? Ja. Chill. Misschien moet jij dit ding maar even al wat gaan onderzoeken of kijken waar je erin kan. Dan ga ik alvast terug naar nog nergens ingaan, SVP. Ik weet echt niet waar je erin kan hoor, dat je het even weet. Nou ja, in dit geval niet teruggegaan. Oké. Ik kom zo weer terug, maar ik moet eerst even zoeken waar die man was. Gelukkig heb ik hier mijn minimap voor. Volgens mijn minimap ga ik nu dwars door een gebouw. Wat ik helemaal niet ga. Oh, Nienke, alsjeblieft. Nee, hè. Wat? We gaan niet lopen WhatsApp hier tijdens een opname, alsjeblieft. Hé, ik ben niet aan het WhatsAppen. Nou, zet je telefoon uit, want... dit is belangrijker dan WhatsApp. Yes. Ik weet niet wie het zei, maar... goed. Stephanie. Niemand kent haar, dus laat maar. Ik heb hier... Zorg bij teamschool. Ik heb haar... ik heb haar gevonden of hem. Oké. Een boog. Waar zit een hem? Plus een kapot CD-disc is een enchantment boog. Kijk. Ik kan hier niet veel. Infinity, punch en power. Wow, dat is best goed enchant. Oké.
Oké, goed, dankjewel. Mm-hmm. Kan ik nog meer met je handelen of was dit het? 9 iron ingots voor een emerald. Nee, ik bedoel 9 golden ingots. Ik zei. Goed. Waarom zijn je iron? Ja, laat maar. Ik zat te denken aan iron en toen zat ik te denken aan jou en toen dacht ik aan iron. En aan jou. Ah, ik ben iron. Je loopt niet weer bang voor een ruimteschip, zegt mijn minimap. Ik heb een grot gevonden, by the way. Ja, ga erin, want ik weet niks. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Oh, hier staat een groen knopje met van alles. Oh, Nienke, we moeten iets doen. Je kan ook hout kapot maken. Nienke loopt terug. We moeten even dit samen gaan doen, dus je moet even teruglopen. Want volgens mij is het een soort van boss fight of zo. Ik weet niet wat het is. Oh, de klikker daar maar gewoon op. Nee, je moet teruglopen, want er zitten ook allemaal dorpelingen bij. In glas waar? En opgesloten. Waar? En je moet gewoon recht vooruit, recht naar best teruglopen. Je ziet me al. Oh, ja. Hier is het een grot, zag ik op mijn minimap. En dat je het weet, we lopen nu, hier. We staan nu midden in een ruimteschip. Of het zweeft echt heel hoog. Of het is echt... Ja, daar zit een ruimteschip, daar zo. Kijk eens boven ons. Er zit een ruimteschip boven ons. Het niet. Nou, goed. Er zitten heel veel ruimteschepen boven ons. Ja, dat kan kloppen, want ik zie niks. Ik wel. Loop maar hier naar beneden. Kijk eens. Oh, dit zijn de hostetjes. De gevangenen. Ja. Klik. Hostages. Saved. We are free. Thank you. Not so fast. Spiders. Spider Queen. Oh god, waar zijn ze? Waar beginnen ze? Oké, spiders. Je weet wel, ik heb alleen maar een boog, hè? Waar zijn de volgende kut spiders? Oh, daar. Ik zie er al eentje staan. Oké, we gaan er gewoon heen. Ik schiet één keer met mijn boog gelijk. Spiders. Ik zie maar één spin, hoor. Ik ook. Wat is dit voor verhaal spel? Word ik op die button drukken of zo? What the fuck? Druk maar even. En dan? Er gebeurt gewoon helemaal niks. Was dat de spider wave? Dat was... Ja, dat was... Wauwee. Wauwee. Oké. Juist. Nou, we gaan weer door. Oh, nu moeten we terug naar het ruimteschip, toch? Of niet? Het idee was toch, bevrijd de hostetjes en Ik weet het niet meer. Wacht, ik ga even kijken. Bevrijd de hostetjes en ga dan terug naar het ruimteschip. Oh, we moeten naar... Return to the Millennium Falcon. Dat is? Ik denk haast ons ruimteschip. Ja. Het is stom, want ik heb nog nooit Star Wars gekeken of iets in die trant. Nee, jong. Dus ja, verder hebben we er niet eigenlijk veel aan. Niet echt, nee. Dus. We lopen terug. Ja, we lopen terug en we zien wel. Ik vind het een stomme map, echt waar. Waarom niet gewoon Hero Brands Return of zo? Dus dat duidelijk een boekje met waar je heen moet. Ja, maar die hebben we natuurlijk gedaan een andere keer. Tuurlijk. En die gaan we misschien nog wel een keer doen. Maar ja, dan weten we alles al, dus dat is misschien niet zo leuk als we niet doen. Nee. We kunnen een beetje mention doen of zo. Ja, dat was de vooraf. Zullen we alsjeblieft hiermee stoppen? Want ik vind het echt, echt kut. Ik vind dit een stomme map, inderdaad. Oké, dames en heren van Minecraft Survival of Adventure. Dit was aflevering 2. En de laatste aflevering van deze map. Ja, want wij snappen deze map niet. Snap jij deze map wel? Je kan me altijd tweeten op @wachtwoord. Of @daninka. Ja. Twitter links staan in de beschrijving. Ook als het goed is in beeld ergens. Hopelijk. Als ik het niet vergeet. Oké. Okay. Vergeet ook niet om te abonneren. Vergeet niet mijn rest van mijn series te kijken. Volgende week terug bij een nieuwe map. En deze map waar ik samen uitgekozen. Volgende week gaat Nienke een map uitzoeken. Nou, ik zie je dan de volgende keer terug bij een nieuwe map. Bye, people! En ik ga mijn spullen droppen. Doei! Doei! Party. Zit een glas. Party! Doei!